Hey, daar ben ik weer. We gingen hier om het motorblok met die distributieketting. Maar even een ander dingetje. Kijk, dit is voor je het schakelen. En deze veer zat kruislinks, dus nog verder gekruist, over dat palletje. Waarom? Ik heb geen idee. Die veer is ook verneukt. Die veer is kapot. Die ga ik dus niet gebruiken. Dus die zat... Deze zat aan die kant en dit staafje aan die andere kant. Er stond heel veel spanning op. En ik merkte het al met loshalen, want ik zag het niet 1, 2, 3... ik kreeg hem er bijna niet uit. Voor de kenner, of voor de niet-weter, zo hoort het dus te zitten. En dit is er bij mij in uit de bak, die ik over heb. En die gaat er straks ook in, want ik ga die dus niet meer monteren. Die veer is kapot. Ik weet niet hoe ze het hebben gedaan, maar prutsers krijgen alles voor elkaar. Dan ga ik weer terug naar de distributieketting. Ik had tegen de man gezegd, joh, je kan nog wel even rijden. Nou, daar kom ik heftig van terug. Dit is behoorlijk op. Die ketting ligt ook echt los. En je kunt zien aan de slijtsporen dat die ketting op is. En aan de binnenkant is die ook versleten. Als ik daar niet gelijkmatige nokjes zie, maar hier en daar krassen in de nokken. En dat is op camera moeilijk te zien, maar dan weet ik genoeg. Maar wat jullie wel kunnen zien. Ik ga die even weghalen. Even kijken. Kijk. Deze kettingspannen staat op knappen. Die kun je wegflikkeren. Dat had ik, was ik ook al vanuit gegaan. En hier zie je ook sleepsporen in de echte baantjes. Dan moet je wakker gaan worden, want dit is het eindfase. Want dan gaan de schakeltjes losbreken. En dit is ook een punt van breken. Dus deze heb aardig staan klapperen en aardig op. Er is ook te lang mee doorgereden. Dat punt, wat dit drukpunt, zit hier tegenaan en steunt dat dus. Nou, even kijken. Kijk eens, vers aluminium weggesleten. Plus de bout, die heb aardig zijn hakken. Zelfs op het tweede gedeelte. Ja, dat komt voor. Hier geen zorgen over maken. Dit hebben bijna alle CX-blokken. Alleen, dit is een gevalletje extreem heftig. Dit is waarschijnlijk al 5000 kilometer oud. Nou, dan hebben we hier natuurlijk de gebroken distributiekettingspanner. En die hebben ze toen de tijd niet vervangen. Dat is doodzonde. Ja, ik had nog wat. Even kijken of ik jullie dat kan laten zien. Waar heb ik dat gelaten? En daarom laat ik het woord prutser weer vallen. Het spijt me gigantisch, maar... De waterpompkering, die zat vast op een verkeerde manier. En hoe ze het doen, weet ik niet. Met loshalen van de waaier bleef deze zitten. En dat gebeurt al vaker, en dan moet je hem echt losslaan. Er zat wel een origineel koper ringetje op. Die voldoende was aangeperst. Maar dit... is kapot gedrukt. Het heeft nooit goed gezeten. Dus ik weet ook niet hoe of wat. En met loshalen kwam ik er al heel gauw achter dat de waterpompkering uiteraard kapot is. Ja, natuurlijk gaat het bij mij altijd kapot, zou je zeggen. Maar hij is droog. Hij heeft wel... ik moet zeggen, deze is dicht geweest. Dat was echt op het nippertje dan. Maar als ik deze had teruggemonteerd, de nieuwe, was het bij mij fout gegaan. Had de klant teruggekomen, had ik gezeik gehad. Nou, dat wil ik niet. Dus ik zet er een nieuw in. Dus het is allemaal op zijn eind. Het is echt over. En misschien kunnen jullie nu zien wat ik bedoel met streepjes op de nokjes van de ketting. Dus deze ketting gaat zeker vervangen worden. En twee andere tweedehands geleiders, daar ben ik mee overeengekomen met de eigenaar, gaan we erin zetten. En dan gaan we hem weer opknappen. Dat laatste duurt nog even, want ik moet het eerst even goed schoonmaken, spullen zoeken en in orde maken, op tijd zetten. En daar ga ik jullie nou niet mee vermoeien. Maar dit is echt op. Nou, we gaan weer aan het werk. Het is trouwens nu 11:15. Ik denk dat ik eerst maar ga eten. Tot later!